Goedenavond, dames en heren. Welkom bij het webinar De beste dividendaandelen voor 2015 van Beleggersbelangen. Mijn naam is Stefan Hendricks, ik ben adjunct hoofdredacteur van Beleggersbelangen. En naast mij zit mijn collega Menno van Hoven, beheerder van de succesvolle dividendportefeuille van Beleggersbelangen. Menno, hoe ziet de agenda er voor vanavond uit? Ja, wat we vandaag gaan doen, we gaan eerst terugblikken op 2014. Vervolgens gaan we een stukje theorie erbij pakken en kijken wat beter is, of althans, we zetten dividendgroei tegen een hoog dividend af. Hebben we al vaker gedaan. Gaan we nog een keer doen met een paar hele mooie voorbeelden. Dan kijken we uitgebreid naar de dividendportefeuille, uiteraard. We kijken kort even naar de tips die we vorig jaar hebben gegeven tijdens dit webinar. En vervolgens komen we met 10 hele mooie nieuwe tips voor 2015. Ja, we willen in ieder geval ook melden, we hebben straks een paar vragen voor u door middel van een aantal polls. Maar u kunt natuurlijk ook vragen aan ons stellen. Moderatoren zetten die naar ons door. Dus laten we het interactief houden en stel uw vragen als u die heeft. Menno, dan kunnen we denk ik naar de eerste poll. Precies, we beginnen met de eerste poll. En dat is ook voor ons een goede testpoll. En de vraag is, dividend is voor mij de belangrijkste reden om in aandelen te beleggen. Okay. Nou, u kunt nu gaan stemmen. En dan laten we hem even een aantal seconden nog openstaan. Ja, gelukkig we zien het. Is de bovenste antwoordmogelijkheid. Loopt nog steeds op. Een aantal mensen dat het nog niet weten. Nou, we gaan hem over 5 seconden stopzetten. Dan kunt u niet meer stemmen. Dat doen we nu. En dan gaan we naar de resultaten kijken. Menno. Ja, toch wel opvallend veel mensen oneens. Zullen ongetwijfeld ook een hoop traders kijken vanavond. Wij zelf neigen, of althans ik zeker neig natuurlijk naar antwoord A. Dividend enerzijds natuurlijk als aanvulling op je inkomen. Anderzijds ook om en vooral zoals ik doe met de dividendportefeuille, om op lange termijn een heel groot kapitaal op te bouwen door consequent herbeleggen. En zo meteen een paar hele mooie voorbeelden waarin we laten zien hoe enorm dat effect is als je maar tijd genoeg hebt. Maar ja, opvallend ook toch een flink aantal mensen dat dividend niet de belangrijkste reden vindt. Op zich ook wel weer logisch. En het is maar goed hè, dat niet iedereen puur voor dividend gaat, want dan zou dat toch wel een beperkte dunne spoeling opleveren. Nou, misschien is het goed aan Menno om maar eens even te kijken naar hoe dividendbeleggen zich in 2014 heeft ontwikkeld. En dat doen we aan de hand van 2 grafieken. En dit is de eerste. Wat u hier ziet is de S&P Europe 350. Afgezet tegen de S&P Europe 350 Dividend Aristocrats. En dat is een index waarin Europese aandelen zijn opgenomen, waarvan het dividend minimaal 10 jaar op rij is gestegen. Nou, wat u ziet is dat in ieder geval in Europa het dividendbeleggen goed heeft gewerkt. De rode lijn van de Dividend Aristocrats, de Europese Dividend Aristocrats, ligt duidelijk boven de blauwe lijn van de markt als geheel. Nou, de vraag is natuurlijk, hoe komt dat nou? En het antwoord ligt eigenlijk opgesloten in de verschillende sectorsamenstellingen van die indices. De Dividend Aristocrats die hebben een relatief zware weging in defensieve sectoren zoals voeding en drank en gezondheidszorg. Dus ongeveer 46% tegen 28% voor de algemene marktindex. Nou, die sectoren hebben het afgelopen jaar gewoon goed gedaan. En vandaar dat je daar ook veel rendement op hebt kunnen maken. Een sector die helemaal niet of bijna niet vertegenwoordigd is in de Dividend Aristocrats index is de sector financials. Die heeft maar een weging van 2%. Terwijl die in de brede marktindex een weging heeft van 20%. En financials hebben het dit jaar een beetje zo gedaan. Vandaar dus dat een duidelijk verschil is tussen wat je in Europa met dividendbeleggen kon verdienen en de markt als geheel. Laten we nu eens gaan kijken of dat ook in de VS het geval is. En daar werkt eigenlijk weer hetzelfde. De brede marktindex, de welbekende S&P 500, is hier afgezet tegen de S&P 500 Dividend Aristocrats. In principe werkt hetzelfde als de Europese aandelenindex. Behalve dan dat je in Amerika pas een Dividend Aristocrat bent. Als je natuurlijk 25 jaar op rij het dividend hebt verhoogd en niet 10 jaar op rij in Europa. Nou, wat je hier ziet eigenlijk is dat er niet zo'n heel veel verschil zit tussen die twee indices over de afgelopen 12 maanden. Dividendbeleggen wint nipt, maar niet heel veel. En daar is ook weer de vraag natuurlijk, hoe komt dat nu? En opnieuw ligt het antwoord daar opgesloten in de afwijkende sectorsamenstelling van beide indices.
Nou, net zoals in de Europese Dividend Aristocrats Index is ook in de, in de Europese index is consumer staples overwogen. Dat geldt eigenlijk ook voor de Amerikaanse index. Consumer staples, dus voeding en drank en tabak, maken daar ongeveer 24% van de index uit. Tegen 10% voor de S&P 500. En ook in Amerika hebben die defensieve sectoren het goed gedaan. Maar technologie heeft een weging van maar 2% in de Dividend Aristocrats Index. En die heeft maar liefst een weging van 20% in de S&P 500. En technologie heeft het ook goed gedaan het afgelopen jaar. En de reden dat technologie natuurlijk niet, in die, niet zo zwaar vertegenwoordigd is in die Dividend Aristocrats Index, dat is wel vrij eenvoudig. Technologiebedrijven waren nooit echte grote dividendbetalers, zijn relatief jonge bedrijven en kunnen dus nog niet een dividendgeschiedenis hebben van 25 jaar plus. Nou, ik denk dat we kunnen concluderen dat dividendbeleggen het afgelopen jaar ook wel heeft gewerkt. Iets meer in Europa dan in de VS, maar ook in de VS heb je de prima dividendrendementen, of totaalrendementen mee kunnen halen, sorry. Maar er zijn natuurlijk verschillende manieren, Menno, waarop je een dividendstrategie kunt toepassen. En daar gaat eigenlijk de volgende poll over. Yes. De vraag is, een hoog dividendrendement is belangrijker dan een hoge dividendgroei. Bent u het daarmee eens, oneens? En daar komt ie. U kunt nu gaan stemmen. Kijk. Nou, dan denk ik, Menno, dat jij met je werk over de afgelopen jaren wel tevreden zult zijn met dit antwoord. Want het merendeel van de deelnemers is het oneens met deze stelling. En daar zijn we het wel mee eens, denk ik, Menno. En dat kunnen we eigenlijk aan de hand van een voorbeeld wel heel goed aantonen. En dat gaan we nu doen. Dit is het voorbeeld wat we u willen laten zien. Het gaat om twee farmaceutische bedrijven, GlaxoSmithKline en Zwitserse Novartis. Nou, wat u hier voor u ziet is de uitgangssituatie in 2004. Op dat moment had GlaxoSmithKline een dividendrendement van 3,4% ruim en Novartis slechts van de helft. En bovendien was de koers-winstverhouding van Novartis ook hoger dan die van GlaxoSmithKline. Nou, als je deze cijfers zo sec ziet, dan denk je misschien dat voor jou als dividendbelegger Glaxo een betere keuze zou zijn geweest dan Novartis. Maar is dat ook zo? Nou, om die vraag beter te kunnen beantwoorden, gaan we naar de volgende slide. En hier ziet u niet het dividendrendement, maar het dividend per aandeel en de groei daarin. En dan krijgen we al het grootste deel van ons antwoord. Want het dividend van Novartis is ongeveer, of eigenlijk ruim anderhalf keer zo hard gegroeid als dat van Glaxo. 145% over 10 jaar tegen 90% voor Glaxo. En dat heeft een enorme impact gehad op het rendement als je iedere keer je dividend herbelegt. Want dat zien we hier. Namelijk over een periode van 10 jaar, 2004-2014, is het totaalrendement, koerswinst plus herbelegd dividend op Novartis 160% tegen 116% voor Glaxo. Met andere woorden, dividendgroei is belangrijk. En dat benadrukken wij ook bij onze tips. Maar dat benadrukt Menno al heel erg lang in de dividendportefeuille. Menno. Precies. En om nog even hierop door te gaan. Want voor Glaxo is de kans toch wel redelijk aanwezig dat ze de komende jaren dat dividend misschien wel moeten verlagen. En dat ze het in ieder geval niet fors meer gaan verhogen. En voor de Novartis ligt dat totaal anders. Die kunnen normaal gesproken ook de komende jaren dat dividend nog flink blijven verhogen. En dus het is niet alleen terugkijken, maar ook vooruitkijkend verder. En dat toont dit nogmaals aan. En misschien is het ook leuk om even een vraag tussendoor te pakken. Menno, misschien over de oliesector. Dat is een begrijpelijke vraag, denk ik, met de bewegingen van de olieprijs van de afgelopen maanden in het achterhoofd. Veel oliebedrijven hebben natuurlijk een hoog dividendrendement. Zijn voor veel mensen ook een belangrijk onderdeel van de dividendstrategie. Absoluut. Hoe gaan we daar nu mee om, naar deze enorme daling van de olieprijs? Op de huidige niveaus heb ik wel zoiets van, je kan het wel oppakken. Maar zelf heb ik toch meer met bedrijven die voor een stukje geleerd zijn aan die olie majors zullen gewoon altijd fors moeten blijven investeren.
reserves die je moet vervangen worden. En ja, er is altijd gewoon een groot stuk van die cashflow nodig om die investeringen te doen. En als ze die niet doen, dan komen ze op een gegeven moment in problemen. Dus het blijft gewoon heel erg kapitaalintensief. En ja, op, in tijden dat die olieprijs omlaag komt, dan blijft er, laten we zeggen, steeds minder cashflow over om dat dividend uit te betalen. En met name als je als grote oliebedrijven in sommige gevallen wel 10 miljard dividend betaalt, ja, dan zijn dit wel hele moeilijke jaren. En wat dat betreft, ja, ik kan ook niet voorspellen wat de olieprijs volgend jaar of over 2 jaar doet. Dus er zit wel meer onzekerheid in zulke aandelen op lange termijn dan in bijvoorbeeld consumer staples, healthcare. Is veel beter te voorspellen, is stabieler. Dus wat dat betreft heeft olie sector zeker niet mijn voorkeur. Maar daarentegen bij deze niveaus, ja, het is wel erg ver weggezakt. En wat ik voor de dividendportefeuille dan heb gedaan, bijvoorbeeld afgelopen vrijdag, is een aantal aandelen opgepakt die niet pure oliespelers zijn, maar die wel een stukje van hun omzet uit die oliesector halen en die wel ook heel hard afgestraft zijn. Dus dan zou ik het eerder op die manier bespelen. Maar wat denk je dan van een aantal van die olieservicebedrijven? We hebben natuurlijk Seadrill gehad, ja. Eerder dit jaar, een vreselijke dividendverlaging. We hebben natuurlijk ook Schlumberger gehad, verwachtingen neerwaarts bijgesteld. Ja. Zijn die bedrijven nou een groter risico dan die oil majors? Dus als je toch iets in die oliegerelateerde hoek zou willen doen als dividendbelegger, is dat dan een nog risicovollere? Ja, wat mij betreft wel, want uiteindelijk zijn het de olie majors die investeringen moeten doen. En als die hun investeringen verlagen, bijvoorbeeld om hun dividend te kunnen blijven handhaven, ja, dan zijn die olie servicebedrijven, die zijn ons eerste, ja, ik zal het netjes uitdrukken, de sjaak. En ja, wat dat betreft kun je dan misschien toch nog beter in die olie majors zitten. En wat je nu ook ziet, een aantal olie servicebedrijven hebben hun dividend nu al moeten verlagen. Je noemde al Seadrill. Ja. Ja, die keren, ik heb dat in januari al aangegeven, die keren gewoon veel te veel dividend uit. Er kwam veel meer, of er ging veel meer uit dan dat er binnenkwam. Dus het was echt een accident waiting to happen. En die hebben ook gewoon veel te lang gewacht om met het verlagen van de dividend. Ze keren 2 miljard uit en ja, de schuldpositie liep elk kwartaal verderop. En dan ben je gewoon verkeerd bezig. Dus wat dat betreft is het ook gewoon zaak om het goed in de gaten te houden. En dan kun je het wel zien aankomen. En ja, in het geval van Seadrill is het beste treurig. Want als aandeelhouder heb je niet alleen een enorm koersverlies, maar je krijgt ook geen dividend meer wat je nu tegen lagere koersen kunt herbeleggen. Ja. En dat heb je bij die oliemeters natuurlijk wel. Die kunnen dit dividend makkelijk nog een aantal jaren volhouden. Zelfs als de olieprijs op dit niveau blijven. Ze kunnen assets verkopen en ja, ze kunnen wel schuld, nog wat schuld erbij nemen. Dus dat is niet heel erg kritiek. Maar goed, ja, dat is wel een duidelijk verschil met van die olieservicebedrijven die echt afhankelijk zijn van oliemeters. Die bepalen uiteindelijk of er geïnvesteerd wordt. En dat ja, heeft dan weer zijn uitwerking op die olieservicebedrijven. Die zijn wat dat betreft afhankelijk van wat de oliemeters doen. Ja. Misschien, Menno, is het wel goed, want dan komen we toch aan bij het deel waarin we de dividendportefeuille verder willen gaan bespreken. Misschien is het ook wel goed om te kijken, wat heb jij nou aan olie-gerelateerde bedrijven nog in portefeuille? Ja. Misschien kunnen we in het algemeen wat meer zeggen over onze dividendportefeuille. Ja, precies. Ik heb sowieso, en daar ben ik achteraf gezien wel blij mee, heb ik op een gegeven moment heb ik een stop los ingelegd op Shell. Ik vond dat het aandeel ja, toch behoorlijk gewaardeerd was, rond de 30 euro. En nog niet eens omdat ik verwachtte dat de olieprijs zou dalen, dat wist ik ook niet. Maar ja, ik zag wel gewoon dat ze qua dividendgroei erg achterbleven bij sectorgenoten. Dus ik heb een stop los ingelegd op 29,50. Uiteindelijk ben ik blij dat ik er op die prijs uit ben gegaan. Dividendportefeuille zit nu nog in Total. Heb ik ook al een stukje winst opgenomen eerder op een koers ruim boven de 50. En BHP Billiton is een mijnbouwer, maar ja, doet ook steeds meer in olie. Ongeveer 30% van de omzet op dit moment. En natuurlijk in Verenigde Staten Chevron, wat mij betreft een van de betere, zo niet de beste olie major waar je op dit moment in kan beleggen. Nou, komen we later nog op terug, Menno, hè? Op Chevron, ja. Als we de tips van 2014 precies, gaan bespreken. Precies, dat was een van de tips van vorig jaar. Ja, de dividendportefeuille, de mensen die dividendportefeuille volgen hebben dit al heel veel of heel vaak gezien. Of althans, dat mag ik hopen. 2011 zijn we natuurlijk begonnen. 25 aandelen, allemaal een weging van 4%. En ja, inmiddels zijn we ruim 3 jaar verder.
Op 5 december was het wel een mooi moment. Toen was het dividendportefeuille namelijk voor het eerst verdubbeld op basis van total return. Ja, de laatste zeg 2 weken is het hard afgekomen. Alhoewel de laatste 2 dagen weer fors herstel is opgetreden. Dus het is niet zo heel erg dramatisch. In de grafiek zie je ook maar een heel klein terugvalletje. En ja, wat doen we met de dividendportefeuille? We beleggen in aandelen die in principe elk jaar meer dividend uitkeren. Dat dividend wordt 4 keer per jaar, mits ze natuurlijk 4 keer per jaar uitkeren. En dat geldt in ieder geval voor alle Amerikaanse aandelen. Wordt 4 keer per jaar herbelegd. En ja, op die manier krijg je dus steeds meer stukken. En uiteindelijk is het natuurlijk het doel om zo groot mogelijk totaal rendement te behalen. En daar hebben we zo een paar hele mooie praktijkvoorbeelden van. En ja goed, qua huidige samenstelling, dit klopt niet helemaal, want ik heb vrijdag weer wat wijzigingen doorgevoerd. Hier zie je nog staan Verenigde Staten, Canada. Nou, inmiddels zit er geen Canadees aandeel meer in de dividendportefeuille. Verenigde Staten, de weging is nu nog ongeveer 57-58%. Nederland en Frankrijk, dus de Eurolanden, 12,6%. Shell is dus al verkocht begin oktober. Op dit moment is alleen Unilever zit nog in de dividendportefeuille. Dat is wel een van de mooiere, of zo niet, voor mij in ieder geval het mooiste Nederlandse dividendaandeel. Zwitserland, de farmaceuten uiteraard, waar Stefan net al over had. Roche, Novartis, Verenigd Koninkrijk. Veel bedrijven die 2 keer per jaar dividend betalen, in tegenstelling tot de meeste andere Europese bedrijven die 1 keer per jaar betalen. En misschien moet je dat, Menno, nog even verder toelichten, want dat is iets waar je vaak op hamert natuurlijk, ja. De frequentie, ja, van de dividend. Eigenlijk de regel is, hoe vaker hoe beter. Absoluut, absoluut. En ja, sowieso natuurlijk als je belegt voor je inkomen, ik bedoel, als je je salaris, dat ontvang je ook liever elke maand dan maar 1 keer per jaar. Hè? Want ja, er zijn genoeg bedrijven die het een jaar bij wijze van uitstellen en dan op het laatste moment cancelen, ja, dan daar word je niet vrolijk van natuurlijk. Dus je kan maar beter in de pocket hebben. En helemaal natuurlijk qua herbeleggen. Als een aandeel, als de koers, laat maar zeggen, door een jaar heen continu beweegt. Dan wil je natuurlijk niet dat je dividendbewijzen van in mei binnenkrijgt. En juist op een piek herbelegt. Terwijl het aandeel de rest van het jaar wegzakt. Kun je natuurlijk beter hebben dat dat dividend gespreid over het jaar wordt herbelegd. Per saldo ben je dan beter uit. En bovendien bedrijven die elk kwartaal uitkeren, die zijn ook veel meer gefocust op dat dividend. Die weten dat er elke maand of elk kwartaal een stukje cashflow gereserveerd moet worden om dat dividend te betalen. En ja, die zullen ook in de regel minder snel gekke dingen doen. Er zijn ook wetenschappelijke onderzoeken voor geweest. Een heleboel bedrijven die getest zijn in de VS. Want omdat de gedachte is van, nou, als je meer geld uitkeert als bedrijf, is het eigenlijk niet heel erg onverstandig. Je moet er investeren, meer doen. Ja. Dan blijkt dat bedrijven die gewoon een goede kapitaaldiscipline hebben, dus die een goede afweging maken tussen acquisities, tussen dividend, tussen inkoop van eigen aandelen en investeringen, dat eigenlijk de bedrijven zijn die door de tijd heen de beste rendementen geven. Ja, absoluut. En voor de dividendportefeuille proberen we ook met name aandelen te zoeken die een leuk dividend uitkeren, die een goede historie hebben en vooral die dusdanig ruimte hebben om gewoon investeringen te blijven doen, aandelen in te kopen, ook acquisities. En ja, als er dan nog een beetje overblijft wat aan de kaspositie toegevoegd kan worden, is helemaal mooi. En ja, zo eenvoudig is het eigenlijk. Je moet ze alleen wel zien te vinden natuurlijk. Ja, nou goed, dit zijn de rendementen van de laatste ruim 3 jaar. Begon natuurlijk in september 2011 en inmiddels zijn we ruim 3 jaar verder. En tot dusver elk jaar een minimaal dubbelcijferig rendement. En wat je dus ook ziet, de laatste kolom van deze tabel, het dividendbedrag groeit ook elk jaar. De groei was in 2013 niet heel erg groot. Dat komt omdat ik een aantal wijzigingen heb gedaan. Aandelen met een lager dividendrendement, maar meer dividendgroei. En dat zie je dan dit jaar terug in een ja, weer forsere dividendgroei. Dus het feit dat het dividend niet elk jaar even hard groeit, wil niet zeggen dat de bedrijven heel erg schommelen in hun dividenduitkering. Het is meer dat ik gewoon ook de portefeuille blijf wijzigen, blijf aanpassen.
Waarbij ik met name dit jaar echt een grote omschakeling heb gemaakt van naar aandelen met een lage dividend om in mijn veel betere dividendgroei. En dat vertaalt zich gewoon in een minder sterke groei nu, maar op langere termijn gaat dat alleen maar weer een groot effect hebben. En je ziet nu ook, 2014, de huidige samenstelling is gemiddeld goed voor een groei van 10,1%. En ook dit bedrag is weer achterhaald. Want ik heb vrijdag 3 aandelen toegevoegd met een gemiddelde dividendgroei van bijna 20%. Dus ja, die 10% valt nog weer hoger uit. En ja, we hebben zo'n heel mooi voorbeeld waarin we laten zien waar dat op lange termijn toe kan leiden. Nou, nog even een korte recap. Novartis is een van onze favorieten. Stefan gaat er zo nog kort op in, denk ik. Dat was een van de tips van vorig jaar ook. En het was een hele succesvolle tip. Roche, sectorgenoot, ook gewoon een prachtig aandeel. En dat zijn echt twee aandelen die al lange tijd, met name Roche dan, ik geloof nu 6, 27 jaar bij, elk jaar dividend verhoogt. En dat kunnen ze ook gewoon de komende jaren blijven doen. Dat zijn gewoon zwaargewichten en niet zonder reden. Microsoft was ook een tip vorig jaar, is ook nog steeds een van mijn favorieten. Intel doet het dit jaar heel goed. Aandeel heeft een koerswinst van 40% geboekt, nog exclusief valuta en dividend. En dat dividend is dit jaar, vorige maand, voor het eerst sinds 2012 weer verhoogd. Was niet verwacht en mede daarom sprong de koers ook omhoog. En Intel zit ja het best presterende aandeel in de dividendportefeuille. Het huidige dividendrendement 2,7%. In totaal vanaf de start is er al ruim €15.000 aan dividend ontvangen. En dit jaar 39 uit 40. Inmiddels hebben alle aandelen, want deze week verhoogde ook Abbott Laboratories zijn dividend. Inmiddels hebben dus alle aandelen in het dividendportefeuille dit jaar het dividend verhoogd. En wat we net al lieten zien met een gemiddelde groei van ruim 10%. En dan misschien is het nu wel een goed moment. We krijgen nu een aantal vragen binnen over wanneer je een goed renderend aandeel zou moeten verkopen. Dat is de ene kant van de vraag. En de andere is het, handel je niet te veel in die portefeuille? Is de bedoeling eigenlijk niet om die aandelen heel erg lang uit te houden? Dus misschien moet je aan te houden. Misschien moet je daar even wat toelichting op geven wanneer een aandeel uit de portefeuille verdwijnt. Ja. En of je wel of niet veel zou moeten handelen. Ja, nou ja, dat zijn goede vragen en terecht ook. In principe, als ik een nieuw aandeel toevoeg aan de dividendportefeuille, dan doe ik dat voor de hele lange termijn. Maar er zijn meerdere redenen om te wisselen. Enerzijds is het natuurlijk ook wel leuk voor de abonnees, voor de volgers, dat ze af en toe nieuwe ideeën krijgen. Maar ja, in de praktijk is het ook gewoon vaak zo dat ik een nieuwe kans krijg voor een nieuw aandeel. Wat ik dan bijvoorbeeld naar een koersdaling kan oppakken en waarvoor ik betere, waarvoor de vooruitzichten beter zijn dan een aandeel wat al in portefeuille zit. Dus ja, dan verwissel ik die. Maar daar zeg ik dan meestal wel bij van ja, het aandeel wat eruit gaat, dat kun je ook prima aanhouden. Alleen voor de dividendportefeuille. Ik kan niet een portefeuille van 100 aandelen. Dat is gewoon niet praktisch. Ik zou het wel willen, maar in dit geval is 40 toch wel echt de max. Anders wordt het te omslachtig om het goed bij te houden. En wat voor, als je nou, ik krijg ook een aantal vragen daarover binnen van mensen die zeggen, nou, als je met een bepaald vermogen, zeg €50.000, misschien €100.000 zou willen beginnen in deze strategie, jouw portefeuille zou willen volgen. Nou, je zegt nu rond de 40 aandelen, is dat te doen met dergelijke bedragen? Moet je dan nog wat meer focus aanbrengen? Moet je het op een andere manier doen? Hoe zou die mensen dat moeten aanpakken? Ja, in dit geval, want ik neem aan dat mensen ook doen op qua kosten. Zeker, ook kosten van herbeleggen bijvoorbeeld? Precies, en ja, wat dat betreft zijn er hele gunstige ontwikkelingen de laatste tijd gaande. Met bijvoorbeeld de Giro, die echt tegen zeer lage kosten onder meer in Amerikaanse aandelen beleggen mogelijk maakt. En ja, dan wordt het ook voor de kleinere vermogens, kleinere bedragen, wordt het heel interessant om sowieso een goed gespreide portefeuille te kopen, maar ook om te herbeleggen. En zit je bij een broker die te veel rekent wat dat betreft voor dividend, ja, dan is het misschien handig als je met kleinere bedragen belegt om dat dividend op te sparen. En dan doe je het bijvoorbeeld 1 keer per jaar, dat is ook prima. Of als je met echt een te klein bedrag dan belegt, dan zou je er ook voor kunnen kiezen om een heel jaar dividend op te sparen en daar 1 keer per jaar een nieuwe positie van te kopen. Het heeft niet mijn voorkeur natuurlijk, maar ja, wat dat betreft moet je roeien met de riemen
die je hebt. Maar goed, de tendens is dat brokerkosten steeds lager worden. En dat is een hele goede ontwikkeling. Want ja, je kunt nu bewijzen van voor 50 eurocent kun je een dividend herbeleggen. Ja, dan wordt het zelfs voor de kleinste dividendjes erg aantrekkelijk om het gewoon elke keer gelijk in het aandeel zoals ik met de dividendportefeuille doe te herbeleggen. Ja, dit is u ziet een mooie staafdiagram, zo heet het toch, Stef? Ja, zeker. En wat het eigenlijk aangeeft is, wat gaat de dividendportefeuille doen in de huidige vorm de komende 30 jaar? En u ziet met name dus aan het einde het enorme effect. En het effect van herbeleggen wordt ook gewoon steeds krachtiger met het verstrijken van de jaren. Wat je dus ziet, hè, en dan heb ik het nu over een dividendportefeuille met een waarde van ongeveer 190.000 euro en een gemiddelde dividendgroei van ruim 10%. Inmiddels is de dividendportefeuille meer waard en dividendgroei is weer hoger, maar dat terzijde. Uitgaande van die situatie, dan duurt het dus, u ziet het, bijna 25 jaar voordat u een miljoen heeft. En dan hebben we het nog niet eens over koerswinst. Hè. Het is gewoon puur het consequent herbeleggen van het dividend, wat elk jaar weer verhoogd wordt. Dan duurt het in dit geval, bij de huidige dividendportefeuille, duurt het bijna 25 jaar voordat u bij een miljoen bent. Maar vervolgens duurt het minder dan 5 jaar voordat u bij de 5 miljoen zit. Dus in dit geval is ook echt heel duidelijk. Het compounding effect wordt steeds krachtiger met het verstrijken van de jaren. En geduld is de sleutel. Hoe meer tijd u heeft, hoe groter het effect. En wat dat betreft is het aandeel Coca-Cola ook een heel mooi voorbeeld. Ik heb het al eerder genoemd. Coca-Cola ging in 1919 naar de beurs. Dus bijna 100 jaar geleden. Tegen een koers van $40. En één aandeel Coca-Cola is vandaag de dag, als u alle dividendjes had herbelegd, liefst 11,5 miljoen waard. Dat is natuurlijk enorm. En daarbij moeten ze realiseren dat Coca-Cola als Dividend Aristocrat al 52 jaar op rij elk jaar dividend verhoogt. En in de tussentijd zijn er 11 stocksplits geweest. En die hadden u van één aandeel had u dan ongeveer 10.000 aandelen gehad. Maar door het herbeleggen krijgt u er nog eens een keer 270.000 nieuwe aandelen bij. En daar waar u in het begin elke keer een fractie, een stukje nieuw aandeel erbij krijgt, is het op het eind per jaar gewoon duizenden nieuwe aandelen. Dus ja, het is heel belangrijk om die focus op die lange termijn te houden, geduldig te blijven herbeleggen en uiteindelijk gaat het dan heel hard. Maar je moet wel die tijd ervoor hebben en nemen. Ja, het liefst zo vroeg mogelijk beginnen. Absoluut. Dat zeg ik ook altijd. Jonge mensen, desnoods voor je kinderen. Ja, je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen. Je ziet het. Het venijn zit hem echt in de staart. Je kan echt enorm kapitaal bij elkaar sprokkelen. Als je maar gewoon discipline hebt door consequent te blijven herbeleggen. En focus op die lange termijn te houden. Oké, okay, nou voordat wij, dankjewel Menno, voordat we naar de terugblik gaan op onze tips van het afgelopen jaar, zag ik dat we ook nog een aantal hele begrijpelijke vragen kregen over hoe het nu verder moet met dividend beleggen als de rente en de inflatie stijgt. Nou, misschien kun jij er even over nadenken, zal ik de eerste voorzet eens geven over wat voor impact dat zou kunnen hebben. Oké, okay, laten we eens beginnen met inflatie. Inflatie is natuurlijk vervelend. Maar je moet niet vergeten dat bedrijven die hebben nominale omzetten, dus dat is omzet inclusief inflatie. De winsten zijn ook inclusief inflatie en de dividend is eigenlijk ook inclusief inflatie. Dus in wezen is dividend helemaal niet zo'n slechte hedge tegen een inflatiestijging. En dan de rentestijging. Ja, dat is, kan me voorstellen dat mensen zich daar enige zorgen over maken. Maar misschien moeten we dan ook de dividendaandelen met een beetje in twee delen. Je hebt een groep dividendaandelen die aantrekkelijk zijn gevonden door beleggers omdat het dividendrendement erg hoog lag. Dat wordt dan in jargon ook wel de bondproxies genoemd, oftewel aandelen die zich min of meer als een obligatie zouden gedragen. Dus je dividend groeit niet heel erg veel, maar het is wel relatief hoog en het is een soort vervanging voor een obligatie. Nou, zou je kunnen voorstellen dat dat soort aandelen, die vind je meestal bij nutsbedrijven en bij andere gereguleerde bedrijven, dat dat soort aandelen misschien wat hinder kan ondervinden op het moment dat de rente stijgt. De rente is nog steeds erg laag en het is nog helemaal niet zeker dat die zo gaat stijgen
Dus ik denk dat we voorlopig ons daar niet zoveel zorgen over moeten maken. En ook al niet, denk ik, Menno, over de manier waarop wij het willen aanpakken. Namelijk dat we in aandelen investeren waarvan het dividend ook echt kan groeien. Dan groeit het mee met inflatie. Sterker nog, dan groeit het doorgaans sneller dan inflatie. En hoef je je daar niet zo heel veel zorgen over te maken. Menno, heb jij daar nog verdere gedachten over? Over hoe rente en inflatie op je dividendbeleggingen kunnen inspelen? Nee, nou ja, goed. Wat dat betreft probeer ik me ook zo weinig mogelijk van de dagelijkse gang van zaken aan te treffen. Ik heb echt focus op die lange termijn. Gewoon die goede aandelen kiezen. Die de dividend consequent kunnen blijven verhogen. En ja, dan kom je wel bij de lagere dividendrendementen uit. Ja. En wat je nu dus echt vooral ziet met die lage rente is dat met name vastgoed, nuts, telecom. Ja, nuts volgens mij een van de best presterende sectoren in de Verenigde Staten dit jaar. En in Europa ook. Precies, nou, kijk eens aan. Ik volg ze ook niet allemaal, omdat ik het gewoon, ik kan niet alles volgen. En ik volg alleen de sectoren waarvan ik denk dat ze interessant zijn. Maar ja, dat zijn dan wel ook de meer risicovolle aandelen wat dat betreft. Als die rente weer gaat oplopen, en dat zagen we vorig jaar al met vastgoed in de Verenigde Staten, dan krijgen dat soort aandelen normaal gesproken wel een forse knauw. En veel meer dan die aandelen die dat dividend fors groeien elk jaar en die nu een lage dividendrendement bieden. Dus dat zijn wel dingen in de gaten om goed in de gaten te houden. Zeker met die lage rentestand. Ja, ik denk ook wel dat de kapitaalstromen, op het moment dat de rente wel serieus zou stijgen, dat je best wel iets van kapitaalstromen ziet uit bepaalde dividendaandelen, misschien weer richting obligaties, omdat mensen dan zeggen, nou, ik kan misschien eenzelfde soort inkomen bereiken met nog minder risico dan met een dividendaandeel. Want laten we niet vergeten, een dividendaandeel brengt ook gewoon risico's met zich mee. Ook topdividendaandelen als Roche of Johnson & Johnson, die kunnen ook halveren op het moment Absoluut. Dat we een serieuze crisis hebben. Het enige echt grote verschil is dat die bedrijven ook altijd weer het herstelpotentieel hebben. Dat je eigenlijk bijna wel zeker weet dat die ook dat niveau weer gaan halen. Maar een aandeel is zelden een direct substituut voor een obligatie. Dus zo moet je er volgens mij ook niet helemaal tegenaan kijken. Dus het mooie natuurlijk, als stel dat Roche zou halveren, om welke reden dan ook, het zal niet snel gebeuren, maar dan heb je in ieder geval wel een dividend wat je tegen die lagere koers weer kunt blijven herbeleggen. En dat is met name ook zo belangrijk. Slechte beursjaren zijn helemaal niet erg. Voor de langere termijn is dat juist alleen maar beter, omdat je dan nog meer nieuwe stukken koopt met herbeleggen. Dus wat dat betreft, niks aan de hand. Nee. Nou, ik zag er ook al een aantal vragen hadden over verschillende tips, Menno, die wij afgelopen jaar hebben gegeven. Dus ik denk dat het wel een goed moment is om eens even te kijken wat het rendement van die tips nou uiteindelijk is geweest. En die staan hier allemaal op een rij in deze tabel. In de eerste kolom, dat is deze, ziet u de tipkoers van vorig jaar. Hier is de koers van 11 december. Dat is weliswaar een week geleden, maar gezien de ontwikkeling op de beurs is dat eigenlijk nog wel heel erg accuraat. Vervolgens ziet u in deze kolom, hier naar beneden, het rendement in euro's. En de laatste kolom, dat is deze hier, ziet u het rendement in lokale valuta. Een aantal tips luidt namelijk in dollars, in ponden en eentje in Zwitserse frank. En misschien moeten we maar even met die Zwitserse frank tip beginnen, want daar kregen we ook wel een vraag over. Dat is Novartis, die heeft het fantastisch gedaan. Is ook een van de topholdings in de dividendportefeuille van Menno. En de vraag is, hoe weet je nou eigenlijk dat zo'n bedrijf als Novartis de komende jaren het dividend weer zou kunnen blijven verhogen? Ja, dat is natuurlijk, we hebben geen glazen bol, maar er zijn al een aantal zaken waar je naar kan kijken. En om te beginnen is dat natuurlijk, kan het bedrijf nog altijd omzet en winstgroei boeken? Nou, dan is bij een farmaceut een van de belangrijkste zaken, hoe zit het met de portefeuille van medicijnen? Zit daar een goede patentbescherming op? Hoe lang loopt die patentbescherming? Komen er voldoende nieuwe medicijnen op de markt om medicijnen waarvan het patent afloopt of met succes wordt aangevallen, om die te vervangen? Nou, bij Novartis is dat absoluut het geval. Bovendien heeft Novartis ook nog eens een keertje een goede spreiding over wat aanverwante sectoren, zoals consumer healthcare, et cetera. Dus er is eigenlijk niks dat erop duidt dat Novartis dividend de komende jaren niet zou kunnen verhogen. Of dat in hetzelfde tempo zou gaan, dat weten we uiteraard niet. Maar dat Novartis het dividend de komende jaren moet gaan verhogen, dat staat wat ons betreft wel vast. Er is namelijk aan in patentopzicht een klein hobbeltje te verwachten in 2015. Maar er staan ook weer hele kansrijke nieuwe medicijnen tegenover. Dus eigenlijk over Novartis maak ik me niet zoveel zorgen. Het aandeel heeft een fantastisch rendement geboekt. Dat is leuk voor ons, voor onze tip. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel zo dat als een relatief solide, stabiel aandeel als Novartis in een jaar tijd een rendement maakt van 35%, ja, dan kan het best wel zijn dat je misschien de komende jaren daar ietsje van terug moet geven. De koers-winstverhouding van Novartis is niet excessief. Ligt zo rond de 17 voor komend jaar. Dividendrendement is ook nog keurig, net ietsje onder de 3. Dus het aandeel is
niet goedkoop, maar ook niet echt duur. En wij zien eigenlijk wel dat het dividend gewoon de komende jaren verder kan stijgen. Absoluut, ja, zeker. En als we nu naar de tips kijken, is wel grappig om even op te merken. Sowieso het valuta-effect, hè? Dat is heel belangrijk geweest dit jaar. Ja, afgelopen jaar absoluut. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Chevron, we tipten hem op 123, of dat was mijn tip. Laat ik de hand in eigen boezem steken. Oh, we zitten met z'n tweeën. Ja, op 123,66. We staan nu weer wat hoger, maar in ieder geval bij een koers van 104,91 heb je toch nog bijna een positief rendement door die sterke performance van de dollar dit jaar en natuurlijk dat dividend. En Chevron is natuurlijk wel een dividend aristocrat die zijn dividend de laatste jaren met gemiddeld 10% heeft verhoogd. En de kans is zeer groot dat ze ook gewoon de komende jaren, ook bij een eventueel lagere olieprijs, toch dat dividend blijven verhogen. En in dit geval, Chevron zit ook in het dividendportefeuille, zeg ik ook van ja, prima dat die nu wat lager staat. Ik beleg gewoon mooi mijn dividendjes tegen een meer gunstige koers. En als dat koersherstel weer komt, en dat zal op een gegeven moment heus wel komen, dan heb ik een nog beter totaalrendement, omdat ik nog mijn stukken heb kunnen kopen. En dat geldt natuurlijk voor meerdere aandelen. Ja, want Menno, we hebben natuurlijk nog een tweede olie-gerelateerde tip. Dus ook weer jouw tip natuurlijk. Lyondell Basell. Ja. Die hebben natuurlijk ook een... Misschien moet je even uitleggen voor mensen die niet meer precies weten wat ze doen. Wat ze doen, waarom ze zo'n last hebben van de olieprijzen en wat de perspectieven nu verder zijn. Ja, Lyondell is natuurlijk een chemiebedrijf. En voor de productie gebruiken ze gas. En dat Amerikaanse schaliegas. Daarmee hebben ze een enorm kostenvoordeel ten opzichte van concurrenten buiten de Verenigde Staten. Dat geldt ook voor Dow Chemical, zit ook in de dividendportefeuille. En dat aandeel dat is enorm goed begonnen. Op een gegeven moment was het geloof ik de best besteerde tip. Ik heb het nog eens opgezocht. Ze stonden in september nog $115. Afgelopen vrijdag deden ze $70. Dat is een enorme terugval door die olieprijs. En wat mij betreft veel te overdreven. De laatste twee dagen is het aandeel fors hersteld. Ik heb ze vrijdag opgenomen op iets meer dan $70 in de dividendportefeuille. En ja, al kijk je dan naar zo'n Lyondell, dit jaar dividend met 17% verhoogd. Ze kopen dit jaar gewoon 10% van het aantal uitstaande aandelen in. En als je dan even een snel rekensommetje maakt, dan zie je dus dat stel dat ze volgend jaar dividend met 10% verhogen, dan kost het ze geen cent extra, omdat ze al die eigen aandelen hebben ingekocht. En je bedoelt eigenlijk dat ze met hetzelfde bedrag en gelijk dividend uit kunnen keren, omdat er minder uitstaande aandelen zijn. Precies, ze kunnen het dividend verhogen. Dus stel dat ze het met 10-11% verhogen, dan denk je van wauw, mooie verhoging, maar het kost ze geen cent extra, omdat er minder aandelen uitstaan. En dat zijn wel van die dingen, als bedrijven de kans hebben om die aandelen in te kopen, is het natuurlijk een fantastische bonus. En ja, als ik kijk naar het huidige dividendrendement, dat wordt echt heel ruim gedekt door de beschikbare cashflow. Dus wat dat betreft gewoon een prima aandeel wat je na zo'n koersdalingen kan oppakken. En daarom zit hij nu ook eindelijk in de dividendportefeuille. Ik heb er lang op gewacht en eindelijk kwam die terugval. En ik heb ze gelijk opgepakt. Zijn er nog andere aandelen? Die moeten we nog even bespreken. Wat nog andere opvallende koersbewegingen? Misschien wil je... Het zijn natuurlijk allemaal aandelen, net zoals de aandelen die we zo gaan behandelen, die we met een reden hebben geselecteerd. Sterke dividendhistorie, prima vooruitzichten. En wat dat betreft hebben ze het eigenlijk ook allemaal wel goed gedaan. Veel sectorgerelateerde oorzaken dat een aandeel, in dit geval olie, het even wat minder doet. Maar ja, op de lange termijn, dat zijn gewoon tijdelijke voorvallen die op lange termijn weinig verschil zullen maken. En, ik denk dat we ook in de portefeuille, in deze portefeuille van 10, wel heel veel hevige koersbewegingen hebben gezien het afgelopen jaar. Onder meer ook bij Sanofi en bij Pearson. Absoluut, ja. Sanofi heeft natuurlijk eigenlijk een fantastisch jaar gehad. Vrij moeiteloos van €3,74 naar €89. Totdat men mededeelde dat ze eigenlijk geen prijsstijging meer door konden voeren voor een diabetesmedicijn in 2015. En dat schokte de hele analistenwereld. Het aandeel kukkelde vervolgens 15% bijna omlaag. Op een dag heeft zo rond de 70 gestaan. Staat nu weer richting de topman die vertrok ook. De topman die vertrok ook nog. En we hebben allemaal buitengewoon ongelukkig gecommuniceerd. Dus daar is veel gebeurd. Het staat echt er tegenover dat het nog steeds een heel erg solide aandeel is. De financiële positie
is solide. Er zijn andere bedrijven die naar dit soort onheilstijdingen echt een serieus winstprobleem hebben. Bij Sanofi is dat niet zo heel erg het geval. Ze hebben het minder gedaan dan Novartis. Ze zijn ook aanmerkelijk goedkoper. Het dividend zal ietsje minder snel groeien. Het dividendrendement ligt wel wat groter, wat hoger. En het is wat ons betreft nog steeds een veilige dividendspeler. Absoluut. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Pearson, de Britse uitgever, die onder meer ook de Financial Times uitgeeft, hoewel dat maar een klein deel van de activiteit is. Die maakte begin van het jaar een herstructurering bekend. Ook opnieuw een enorme klap. Aandeel noteerde zelfs even onder de 10 pond. Herstelt nu weer eigenlijk geen enkele reden om aan te nemen waarom Pearson het tempo en het aantal jaren van stijging zou moeten afbreken voor hun dividend. Het bedrijf loopt nog steeds goed. Maar je ziet tussendoor soms wel eens hele hevige bewegingen opwaarts en neerwaarts. Bij Biek bijvoorbeeld heel erg opwaarts. Eigenlijk een heel erg solide bedrijf van de pennen en van de aanstekers. Waar soms erg hevig wordt gereageerd op kwartaalberichten, als misschien de vooruitzichten voor analisten net even een kwartaaltje niet bevallen. En dat zijn dan weer van die fantastische perfecte momenten. En op het moment dat de fundamentals van het bedrijf gewoon nog intact zijn, dan zijn dat echt prima bedrijven om te handhaven. En ik denk eigenlijk minder dat als we naar dat rijtje kijken, dat er niet één tussen zit waarvan we zeggen, nou, die zouden we niet meer als dividendaandeel willen opnemen. U kunt ook nog zien naar het helemaal onderaan zit u, als u een portefeuille gemaakt zou hebben en gelijk verdeeld over deze 10 tips, dat u het ongeveer 6,5 procentpunt beter gedaan zou hebben dan de AEX Total Return Index. Dus alles bij elkaar als portefeuille, goed gespreid. Dat is ook eigenlijk iets wat we in een dividendportefeuille doen, waar we ook heel veel waarde aan hechten. Goed gespreid was dit ook voor het afgelopen jaar eigenlijk een prima portefeuille geweest voor dividendbeleggers, maar ook gewoon in het algemeen eigenlijk. Absoluut. Maar goed, dus deze 10 die zouden we makkelijk kunnen handhaven, maar we willen u toch voor het komend jaar ook alweer 10 nieuwe dividendtips meegeven. Menno, misschien moeten we die eigenlijk nu maar eens even gaan behandelen. Gezien de tijd lijkt me dat sowieso. Gezien de tijd gaan we dat zeker doen. Daar komen ze dan, de dividendtips voor 2015. Te beginnen met een naam die u vermoedelijk wel kent, L'Oréal. Ik denk dat de meesten van u wel producten van L'Oréal in de badkamer hebben staan. Bekend natuurlijk van de shampoos en crèmes en ook de parfums. Het is een aandeel dat niet heel erg goedkoop is. Het dividendrendement is ook niet heel erg hoog. Maar we komen dan toch weer helemaal terug. Maar wat we in het begin zeiden, dat dividendgroei heel erg belangrijk is. Benieuwd mij is dat het dividend per aandeel van L'Oréal in 2001 lag op 44 cent. En over dit jaar is het 2,50 euro. Dat is een enorme stijging. Er zit eigenlijk niet echt iets in waarom we bij L'Oréal uit zouden moeten gaan van een verzwakking in dat dividend. De onderliggende business loopt eigenlijk gewoon nog goed. En de financiële positie van L'Oréal is echt heel erg sterk. Ze hebben eigenlijk geen schuld, een 3 miljard aan kortlopende schuld. Maar staat tegenover 4 miljard aan liquide middelen. En vervolgens hebben ze ook nog eens een keertje 9 miljard aan aandelen Sanofi op de balans staan. Dus het is echt een financieel zeer, zeer solide aandelen. En als je dat dan combineert, dus de onderliggende activiteiten die goed gaan, dat zullen in een jaar eens wat minder groeien en een jaar eens wat beter groeien. Je kijkt naar de balans en je kijkt naar de activiteiten van het management, waar hecht men waarde aan, dan lijkt ons ook, zelfs op dit niveau, voor de komende jaren L'Oréal een prima dividendaandeel. En gezien de hoogte van de koers-winstverhouding, moet je niet meteen verwachten dat u in jaar 1 een fantastisch rendement opmaakt, want het is een relatief duur aandeel. Maar dit is nou typisch een aandeel waar Menno ook al eerder over sprak. Waar je het dividend moet herbeleggen en het gewoon laten doorlopen. En kwaliteit heeft een prijs en dat zie je hier gewoon duidelijk. Maar ik denk ook absoluut dat het gewoon waard is, zeker op lange termijn. Ja, omdat je het waard bent, zeggen ze zelf al natuurlijk. Dus we gaan Menno naar de volgende tip. Ja, precies. Nou, SAP, dat is anders dan L'Oréal, zie je dat hij het redelijk slecht heeft gedaan de laatste maanden. Wat tegenvallende cijfers en outlook. Maar ja, voor dit soort aandelen zijn dat wel weer gewoon prima instapmomenten. Op lange termijn ziet het er gewoon prima uit. Solide omzetgroei. Ze keren nu ongeveer 1,2 miljard per jaar dividend uit op een market cap van bijna 70 miljard. Dit is een bedrijf wat zich steeds meer focust op cloud computing. In het laatste kwartaal groeide de omzet uit cloud computing met 41%. Dit jaar verhoogde SAP het dividend met 18%.
En ja, ik ben eens goed in de historie gedoken. En wat je dan ziet is dat ze het eigenlijk gewoon nooit verlaagd hebben. En stapsgewijs keurig om de paar jaar verder blijven verhogen. Tussendoor nog een speciaal dividend. En ja, als je gewoon kijkt wat ze nu uitkeren en wat voor ruimte ze hebben. En met name naar de toekomst toe. Dan ziet dat er gewoon heel goed uit. En dit zijn dan van die aandelen waarbij je op koerszwakte prima kunt profiteren om ze op te pakken. Gemiddelde dividendgroei is eigenlijk altijd boven de 10%. Je ziet het ook hier staan. Laatste 5 jaar gemiddeld 14,9. Ja, als je dat nog een paar jaar doortrekt, dan zie je toch een heel ander dividendrendement als dat je nu hebt. Dus zo moet je het dan ook bekijken. Niet die 1,8% nu. Geldt ook voor L'Oréal natuurlijk, maar vooral wat kan ik voor dit aandeel krijgen over een paar jaar? En dan ziet het er steeds beter uit natuurlijk. En de kans groot dat de koers de ontwikkeling van de dividenden dan gewoon volgt. Dus dit is een prima aandeel wat je voor de lange termijn kunt kopen wat mij betreft. Okay. Maar misschien even een vraag voordat we naar tip nummer 3 gaan. Even een vraag tussendoor die we ook al een aantal keer hebben gekregen. Er zijn een aantal mensen dat we weten, nou, dividend beleggen zou ook via een ETF kunnen. Zoals tegenwoordig heel veel strategieën via een ETF te spelen zijn, zoals dat heet. Wat zou je nou aanraden? Jij bent natuurlijk een actieve dividendbelegger. Wat zou je aanraden? Is een ETF op een... op een dividendindex een redelijk alternatief, denk je? Ja, nee, absoluut. Zeker als je er niet te veel tijd aan wilt besteden. Of ja, als het echt om hele kleine bedragen gaat, dat je niet die voldoende spreiding qua kosten ook kunt aanbrengen, dan is het zeker een goed alternatief. En in onze nieuwe ETF-portefeuille, waar jij ook heel veel vanaf weet, zitten ook een aantal hele leuke dividend-ETF's. En sterker nog, dividend is een van de centrale thema's in onze ETF-portefeuille. Ja. En het zijn die fondsen die het ook heel goed doen. Ja, nou, is misschien we hebben in die ETF-portefeuille, die wij ook bij Beleggersbelang hebben, ook de Europe Dividend Aristocrats opgenomen. Natuurlijk een ETF op deze index, die we helemaal aan het begin van het webinar hebben behandeld. Ja, het is natuurlijk prima om in die index als geheel te beleggen. Er is helemaal niks mis mee. Dat doen we ook voor die ETF's. Wat je wel hebt, is dat er in zo'n index natuurlijk ook altijd een aantal kneuzen tussen zitten. Een Tesco. Een Tesco of een andere, welke ook niet heel erg goed gevallen is, is Serco. Een Brits bedrijf dat onder meer personeel levert voor gevangenissen, et cetera. En langlopende contracten daarvoor heeft met de Britse overheid. Nou ja, die contracten, laten we zeggen, waren niet altijd even netjes geregeld. Aandeel is volgens mij dit jaar 60% lager. Dividend is geschrapt. En dat heb je natuurlijk in een index altijd. Je neemt alles mee. Er zitten de fantastische, Novartis zit ook in die index, die het fantastisch heeft gedaan. Maar dit soort bedrijven zitten daar dus ook in. Dus het is helemaal niks mis mee. Het is een prima manier om ook dividend te beleggen. Maar hou er rekening mee. In de index koop je dus de volledige index. Ja, absoluut. Nou, dan gaan we nu naar de derde tip. En, nou, ik zei net al, misschien heeft u van tip nummer 1 L'Oréal wat producten thuis in de kast staan. Het zou ook leuk zijn voor u, denk ik persoonlijk, als u wat producten thuis heeft van deze tip. Dit is namelijk Richemont. En dat is na LVMH de grootste producent van luxe goederen ter wereld. Ze zijn heel erg bekend van hun juwelen, die ongeveer de helft van de omzet uitmaken. Met de merken Cartier en Van Cleef & Arpels. Nou, dat zijn niet echt de meest goedkope juwelen die u kunt kopen. En ze hebben ook een hele grote horlogedivisie met bekende merken als IWC en Piaget. Nou, Richemont is een interessant aandeel. We kunnen daar niet zo heel ver terug in de dividendgeschiedenis, zo ongeveer tot 2009. Want toen is het bedrijf namelijk rigoureus veranderd. Men heeft het belang dat men had in BAT, dat is een Britse sigarettenfabrikant. Het heeft men afgesplitst van het toenmalige bedrijf en zijn er twee verder gegaan. En Richemont is daar dus één van. Het is een bedrijf dat het misschien niet altijd even makkelijk heeft nu, want wat vertraging in de groei en opkomende markten in China en Hongkong, daar hebben zij natuurlijk last van. Want dat zijn de belangrijkste afzetmarkten. In Europa groeit het natuurlijk ook niet heel erg hard. Maar toch is er een aantal redenen om Richemont wat te tippen. En een van die redenen is natuurlijk de groei van het dividend. Je ziet hier staan, dat is ruim 36% geweest. Ik verwacht niet dat de komende 5 jaar weer 36% gaat worden. Dit jaar 40%. Dit jaar 40%. Het is, ze doen het fantastisch qua dividendrendement. Maar op een gegeven moment lopen ze wel tegen de grenzen aan van wat ze nog verder kunnen verhogen. En dan kom je toch eerder, moet je denken aan verhogingen die in lijn lopen met de stijging van de cashflow of de stijging van de winst. Maar Richemont is een bedrijf met ontzettend sterke marktposities en net als L'Oréal een ontzettend solide balans. Netto geen schulden, dat wil zeggen dat als je de schulden aftrekt van de liquide middelen, hou je positief saldo over. Alleen maar liquide middelen van ongeveer 4,5 miljard euro.
Ze hebben nog wat vastgoed verkocht in New York. Dat komt ook nog eens een keertje bij. Dus dan zitten ze misschien aan het einde van dit boekjaar zo rond de 5,2, 5,3 miljard aan liquide middelen. Dus eigen aandelen kunnen ingekocht worden. Kleine acquisities gedaan. Met andere woorden, het is een ontzettend solide bedrijf met sterke marktposities. En ja, er zit wel eens een jaar tussen dat het misschien wat minder gaat, dat de groei wat lastiger te bereiken is. Is verder niet erg, ook een bedrijf voor de lange termijn. Net als L'Oréal verwacht er niet iets van dat meteen volgend jaar fantastische rendementen gaat bieden, maar ook een bedrijf echt dat veel kansen heeft op lange termijn. Ja, absoluut. Menno. Volgende tip, Coloplast zal voor de volgers van dividendportefeuille een bekende naam zijn inmiddels. Ik heb het in oktober na een forse koersdaling, u ziet het in de grafiek, heb ik ze opgepakt. Het is een aandeel dat ik al eigenlijk heel lang op het oog heb gehad. En ja, qua dividendgroei zijn ze echt ongeëvenaard in Europa. De laatste 5 jaar, sinds 2009, is het dividend met liefst 733% verhoogd. En ja, er zijn bijna geen bedrijven die aan zoiets kunnen tippen. En zeker geen bedrijven met een hele sterke dividendhistorie. Zoals Coloplast, dat al ruim 10 jaar dividend verhoogt en in ieder geval niet of nooit heeft verlaagd. Vorig jaar werd dividend met 150% verhoogd, dit jaar met 15%. Ze zijn wel halfjaarlijks gaan uitkeren, wat natuurlijk weer gunstig is in verband met het herbeleggen. Voor de volledigheid, Coloplast is een producent van stoma- en incontinentiehulpmiddelen, moet ik al even voor spieken. Het is in ieder geval een doelgroep die groeit. Absoluut, absoluut. En dat zie je dus ook gewoon aan de cijfers. Het is, als je naar die KW kijkt, 30, het is een duur aandeel, maar de groei is ook echt enorm. Voor 2015 wordt een omzetgroei van 8-9% voorzien. En de winst per aandeel die loopt dan op van iets minder dan 15 nu naar 20 in 2016. En zelf hebben ze aangegeven dat ze voor de komende 3-5 jaar jaarlijks een omzetgroei van 7-10% verwachten. En dat is natuurlijk enorm, zeker als je dat een jaar of 5 kan volhouden. En als belegger ga je dat ook gewoon terugzien in het dividend. Ze keren veel uit aan dividend, maar die ruimte hebben ze ook. En door die groei genereren ze gewoon heel veel cashflow. Investeringen zijn op orde. En dat dividend zal gewoon ook de komende jaren met dubbele cijfers blijven groeien. En wat dat betreft gewoon een prachtig aandeel. Duur, maar met een reden. Oh. Nou, dan gaan we naar de volgende. Dat is eigenlijk een van de twee aandelen in onze tips voor 2015. Waar de hoogte van het dividendrendement misschien ietsje belangrijker is dan de te verwachten groei voor de komende jaren. Dat is General Mills. Dat is een Amerikaanse producent van levensmiddelen. Zit ook in het dividendportefeuille. Zit in het dividendportefeuille. En het bedrijf maakt onder meer snacks, yoghurt, kant-en-klaar maaltijden. Had ongeveer 2/3 van zijn omzet uit de VS en een restant uit de rest van de wereld. Heeft een groeiende aanwezigheid in opkomende markten. Dat is natuurlijk altijd mooi geweest, maar in dit de afgelopen jaar, anderhalf jaar, waarin de groei van de opkomende markten wat tegenvalt, en je ziet dat ook bij Unilever terug, wordt dat niet altijd door beleggers als een pre gezien. En dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom General Mills eerder dit jaar nog zijn winstverwachtingen voor het lopende boekjaar ietsje neerwaarts heeft bijgesteld. Nou, dat is niet echt een reden om om dit aandeel niet te tippen. In de 116 jaar dat General Mills en al zijn voorgangers bestaat, hebben ze de dividend nog niet verlaagd. En wij zien er ook eigenlijk helemaal geen reden voor dat dat de komende tijd gaat gebeuren. Cashflow genererend vermogen van het bedrijf is prima. Groei in opkomende markten zal ook wel weer herstellen. Men is ook bezig met overnames. Het is een goedlopend bedrijf. En wat ons betreft ook op deze niveaus, een koers-winstverhouding van 18. Menno, dat is misschien niet goedkoop. Maar voor de sector is het niet overdreven. En als je gewoon kijkt puur naar de dividendgroei van General Mills, je zet het af tegen een Kellogg of een Nestlé of andere Europese sectorgenoten, en zeker Danone, die ik eerder dit jaar uit de dividendportefeuille heb gegooid, ja, dan is het echt gewoon een stand-out. Ruim 10%, dubbelcijferig. Er zijn weinig binnen die sector die dat kunnen nadoen. En dit jaar bijvoorbeeld dividendverhoging van 15,5%. En dat maakt dit aandeel toch wel voor mij een bijzondere en beter dan een aantal zeker Europese concurrenten. Prachtig aandeel en niet te overdreven gewaardeerd. Leuk dividendrendement, dus prima voor de lange termijn. Ja, het zegt een beetje een combinatie. Het zou best kunnen dat er een jaartje tussen zit van een iets mindere dividendgroei. Ja. Naar aanleiding van dit jaar, het zou best kunnen als de winstverwachtingen
wat neerwaarts worden aangepast en er nog een aantal investeringen moeten worden gedaan. Het zou best kunnen dat de groei ietsje minder wordt. Achteruitgaan van de dividend, geen aanleiding toe eerlijk gezegd. En nogmaals een yield van 3,1, dividendrendement van 3,1%, dat is helemaal niet zo slecht. Prima, zeker voor de Amerikaanse begrippen. Ja, absoluut. Pentair, ja, dat is ook een nieuwkomer. Die heb ik afgelopen vrijdag in de dividendportefeuille gestopt. Ook eentje die ik al lang op het oog had. Het is de Dividend Aristocrat. Pentair is één Pentair producent van water- en flow control componenten. Deels vergelijkbaar met wat Alberts in Nederland doet. Pentair is één van de 54 Dividend Aristocrats. En wel de Dividend Aristocrat die dit jaar zijn dividend met het grootste percentage heeft verhoogd. Dividend is dit jaar al twee keer verhoogd. In totaal met 28%. En Pentair blijft ook enorme hoeveelheden eigen aandelen inkopen. De cashflow generatie is ook hier dik op orde. Als je kijkt wat ze aan dividend betalen, ongeveer 240 miljoen op dit moment. En als je dan kijkt wat ze aan cashflow beschikbaar hebben, ruim 900 miljoen, ja, dan zit daar nog zoveel ruimte in. En Anno heeft een tik gehad door een gedeeltelijke exposure naar olie. Maar ja, dat is niet meer dan 20%. En wat dat betreft zijn dat voor dit soort aandelen dan prima momenten om in te stappen. En dat heb ik ook gedaan voor de dividendportefeuille. Ja, zo'n klein beetje tempo maken, zodat we nog enigszins binnen de tijd blijven. Dus daarom meteen door naar tip nummer 7. En dat is de enige financial uit onze 10 tips voor komend jaar. En het is de Duitse herverzekeraar Münchener Rück. Ja, dan moet ik toch gelijk even aan jou vragen. Nou, Stefan, wat is jouw geboortejaar? 1970. En dat is? 1970, het is een hele goede vraag. Menno. 1970 is de laatste keer dat voor 1970 heet dat Münchener Rück het dividend heeft verlaagd. Dus vanaf 1970 is het dividend van Münchener Rück niet meer verlaagd. En dat past ook wel bij bedrijven. Het is een heel erg conservatief bedrijf. Conservatief wat mij betreft in de goede zin. En dat uitzicht eigenlijk het beste in de manier waarop men door de financiële crisis is heen gegaan. Münchener Rück heeft in tegenstelling tot heel veel andere Europese financials het dividend niet gekort of geschrapt, maar gewoon op hetzelfde niveau gehouden en heeft gewoon besloten om veel meer van de netto winst uit te keren aan zijn aandeelhouders als tijdelijke maatregel. En dat kan een bedrijf doen omdat de kapitaalpositie gewoon sterk is. En in 2011, een jaar met heel veel natuurrampen, heeft Münchener Rück eigenlijk hetzelfde gedaan. Sterker nog hebben ze ongeveer anderhalf keer de netto winst uitgekeerd. En het feit dat dat kan, zegt een hoop over dit aandeel. Nou, een hele snelle groeier zal dit niet worden. Dat kun je ook niet verwachten, maar de yield is ook vrij hoog, meer dan 4%. En het kan ook gewoon de komende tijd wel doorstijgen. Münchener Rück heeft een goede kapitaalpositie, die maakt het mogelijk dat nog eigen aandelen ingekocht worden. En dat kan een beetje de prijsdruk compenseren, want we hebben de afgelopen jaren niet heel veel natuurrampen gehad. Dat is mooi voor ons allemaal. Ook al op zich mooi zou je zeggen voor een herverzekeraar, want dan hoef je minder schadeuitkeringen te doen. Maar wat er wel gebeurt is, als er weinig schades zijn, dan komen er heel veel nieuwe partijen op die markt. Er komt er veel nieuw kapitaal beschikbaar en dat zet wel enigszins de premies onder druk. Maar met Münchener Rück is niks mis. Die gaan hun dividend keurig blijven verhogen. En het is het aandeel wat wij tippen met het hoogste dividendrendement van deze 10. Geen snelle groei, wel een aantrekkelijk rendement. Absoluut. Prima aandeel. En veel Duitse aandelen. Normaal gesproken ben ik niet zo van de Duitse aandelen, omdat ze snel geneigd zijn om het dividend in een slecht jaar te verlagen. Münchener Rück, of Munich Re, hoe het ook wel zeggen. Munich precies. Is een uitzondering. Beide Fresenius zijn ook uitzonderingen. BASF is dan wel weer zo'n aandeel wat in 2009 zijn dividend heeft verlaagd. Maar goed, op langere termijn wordt het wel geleidelijk aan verder verhoogd. En op dit moment, het aandeel heeft het redelijk slecht gedaan. 20% van de omzet is afkomstig uit olie en gas. Dat is een belangrijke reden voor die slechte performance. Maar dan heb je nu wel een aandeel voor je met een dividendrendement van 3,8%. Een aantrekkelijke waardering. Wat gewoon verder blijft groeien de komende jaren. Ze hebben een heel interessante agribusinesspoot. Net als Dow Chemical, DuPont. Een huidig en een ex aandeel uit de dividendportefeuille. Ja, en dat zijn wel de pareltjes van zo'n bedrijf met snelle groei en prima vooruitzichten voor de lange termijn. En als je naar BASF kijkt en je ziet wat ze nu aan dividend uitkeren, dan zit daar ook nog heel veel ruimte in. En wat dat betreft, dividend is veilig en
zal normaal gesproken ook met stapjes verhoogd blijven worden. En wat ik al zei, een mooi dividendrendement. Dus ook gewoon een prima aandeel bij deze koersen. Ja. Dan gaan we naar de volgende tip uit een hele andere sector. En dat is het Britse WPP. En WPP is een van de grootste reclame- en communicatiebureaus ter wereld. Het is een bedrijf dat onder andere zorgt dat u reclames op televisie te zien krijgt, banners op internet, etc. WPP is een van de marktleiders. Het is ook weer een zeer solide bedrijf. Het is een cyclische activiteit. Media is natuurlijk sowieso cyclisch, afhankelijk van advertenties. Dat heeft natuurlijk een grote correlatie met het BBP. En wat je eigenlijk ziet bij WPP en ook bij de branchegenoten Publicis, die in de dividendportefeuille zit, een hele sterke branchegenoot. Eigenlijk een branche die door drie grote partijen wordt gedomineerd. WPP, Publicis uit Frankrijk, Omnicom uit de VS. Wat je eigenlijk ziet is dat de omzet van dit soort bedrijven altijd wel doorgroeit. Maar als het economisch tegen zit, is dat de marge wat onder druk komt en daarmee de winst wat onder druk komt. En dat zag je bijvoorbeeld bij WPP in 2009. Toen daalde de winst per aandeel met 20%. Er was verder geen man overboord. Het dividend werd gewoon keurig gehandhaafd. Dat zegt ook wel iets over de financiële kracht van het bedrijf. Het zegt ook iets over de intenties van het management. En daarna is het dividend gewoon weer keurig gestegen. Het is een redelijk dividendrendement. 2,8%. Niet zo slecht. Er zit een solide management. Het zit er al lang. En heel erg belangrijk is dat WPP een goede balans heeft gevonden tussen acquisities, die heel erg gebruikelijk zijn in de reclame- en communicatiewereld, maar ook inkoop van eigen aandelen en verhoging van dividend. En dat kan allemaal doordat het bedrijf een prima cash-genererend vermogen heeft. En eigenlijk dat hele pakket maakt dat WPP onze tip nummer 9 is. En Menno, aan jou dan de eer voor de laatste tip. Snel door naar nummer 10. Last but zeker not least. Ja, dit is gewoon een uber degelijk aandeeltje. Ik volg het eigenlijk al heel lang. En veel mensen zullen, als ze de naam SEB horen, niet weten wat voor bedrijf erachter zit. Het is een Frans bedrijf. In het Frans een producent van petit électroménager. Ik hoop dat ik het goed uitspreek uit deze. Ja, dacht ik ook wel. En dat is een bedrijf achter bekende huishoudelijke, kleine huishoudelijke apparaten als Tefal, merken Rowenta, Moulinex, Krups. Iedereen heeft daarvoor denk ik wel wat in huis staan. Heel solide, voorzichtig geleid bedrijf. Nauwelijks schulden, een hele stabiele omzetgroei de laatste jaren. Het dividend wordt nu al 8 jaar op rij verhoogd, dit jaar met 5,3%. Het is geen spectaculair aandeel, maar wel een heel voorspelbaar en betrouwbaar aandeel. Het management heeft ook echt focus op dat dividend. Om een stabiel tot groeiend dividend uit te keren. Dat is echt waar ze zich voor inzetten. Omzet dit jaar 4,2 miljard. Taxaties volgend jaar 4,4. 2016 4,6. Ja, het ziet er gewoon keurig uit. 15% van de omzet wordt nog maar in Frankrijk behaald. En ze zijn sterk aanwezig. Vooral in, ook in opkomende markten. Waar steeds meer mensen het geld hebben om een, noemen ze wat, broodrooster, gourmetapparaat, whatever te kopen. Dus dat zijn gewoon prima markten. En SEB zet heel erg in op R&D. Ze komen met innovatieve producten. En dat werkt. Ze groeien gewoon langzaam door. En dat zie je dus ook gewoon in een heel mooi dividend wat vrijwel jaarlijks verder wordt verhoogd. En dit is ook echt een aandeel wat ik heel erg in het vizier heb voor de dividendportefeuille. Toevallig kregen ze deze week een tik, omdat ze voor uit mijn hoofd ongeveer 15% van hun omzet in Rusland zitten. Maar ja, dat zijn wel die korte termijn haperingetjes in de koers waar je als belegger van kunt profiteren. Dus ja, heel mooi aandeel voor de lange termijn. Weinig schulden, goede dividend betalen. En ook hier kun je gewoon een mooie dividendgroei verwachten voor de komende jaren. Dus ook een van onze tips voor 2015. Ja. Nou, we zijn natuurlijk al redelijk aan tijd, maar misschien meer nou voordat we hebben daar gaan afsluiten, denk ik toch nog één hele belangrijke vraag. We hebben een aantal keer gesproken over dat koersen redelijk waren opgelopen. En de vraag die nu doorkomt, terecht denk ik, is: moeten we nou bij deze aandelen wachten tot koersdaling of zijn ze nu meteen koopwaardig? En misschien kan ik beginnen over de 5 die ik genoemd heb. Zijn wat mij betreft op deze koersen verder prima. Ik heb eerder gezegd L'Oréal, General Mills, niet de goedkoopste. Nutsche Nuruk, prima gewaardeerd. WPP, prima gewaardeerd. Richemont zit er een beetje tussenin.
maar niet echt een aanleiding om te zeggen van nou, daar moet je echt heel erg lang mee wachten. Maar misschien wil jij over jouw tips daar nog wat over zeggen. Nou ja, het is wel een interessante vraag sowieso, want eigenlijk al vanaf het begin van de dividendportefeuille wordt mij zo'n beetje elke maand gevraagd van ja, ben ik niet veel te laat met instappen? En elke keer blijven die koersen weer verder oplopen. En ik zeg dan ook al tegen die mensen, ja, op korte termijn kan niemand de markt voorspellen. Het enige wat je kunt doen is gewoon zorgen dat je die goede aandelen in het vizier houdt. Daalt de koers, dan koop je wat extra bij. Maar zorg vooral dat je in ieder geval belegd zit. En gaat die beurs dan omlaag, zorg dan dat je die dividenden blijft herbeleggen. Want dan koop je gewoon continu bij tegen lagere koersen. En het zijn nu natuurlijk wel niveaus waarvan je zegt van ja, het is aan de hoge kant. Dus het maand wel tot voorzichtigheid. Maar als je voor de lange termijn belegt, is het moment van instappen steeds minder relevant. Dus dan moet je er gewoon in en dan moet je gewoon bijkopen als het toch eventueel weer omlaag gaat. Ja. En dat is het advies dan. Dankjewel Menno. Nou, dan wilde u nog op een aantal zaken wezen. Bent u al abonnee van Beleggersbelangen? Dan kunt u het e-magazine, de dividendportefeuille ontvangen. Bent u nog geen abonnee van Beleggersbelangen? Dan kunt u gebruik maken van de aanbieding die hieronder staat. Leest u het rustig door, wat ons betreft. Rest ons eigenlijk nog, u kunt ons bereiken hier op de e-mailadressen en de Twitter-accounts. Rest ons nog u te vragen om de enquête in te vullen, want dan wil ik natuurlijk graag horen wat u van dit webinar heeft gevonden. Kijkt u ook nog, laatste huishoudelijke mededeling, dan even naar onze disclaimer op de laatste pagina. En dan rest ons Menno niets anders dan u te danken voor uw aandacht en een fijne avond te wensen. Tot ziens. Tot ziens.